Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik ben vannacht 1 of 2 keer bij Jordi geweest. Die jongen is al wakker. We hebben vandaag thuisdag, hè jongen? Ja. Je hebt al een fles gehad. Ik krijg zo picknick. Dus dat heb ik besteld, zodat ik de hele week gewoon thuis kan blijven. Sam is ook al wakker. Die ga ik, nadat ik picknick heb gehad, ga ik die doen. En Jordi slaapt nog. En wat doen we altijd als Jordi ziek is en nog slaapt? Lekker laten slapen. Toch? Ja. Jij was weer gevallen, hè? Hier. En hij heeft ontzettend veel last van zijn kiezen, want hij krijgt allemaal kiezen door. Dus hij mag zijn tut voorlopig vandaag ook inhouden, want ik vind het zo zielig. Ja. Maar hij heeft in ieder geval zijn fles op, dus dat is goed. Maar ja, ik wist gisteren dus al dat Jordi niet lekker was, dus ik heb picknick besteld, zodat ik niet naar de winkel hoef deze week en dat ik gewoon alles binnen heb in huis. Ja, dus ik heb fruit, avondeten, brood, alles heb ik in huis dadelijk. Dus ja, die komen zo. Nou, we hebben de boodschap hoor. Ik ben wel ruim een week zoet. Jordi zit even hier vroost te kijken in zijn stoel. Hij heeft net zijn fruitje gegeten en dat is heel goed gegaan. Liam die is nu lekker tv aan het kijken. Dus ik heb hier 2 beeldschermen aan staan nu. Maar dat is gewoon zoals het is. Wat is het dan? Hij is een beetje verdrietig, want hij krijgt kiezen. En daar heeft hij last van. Kijk hier. Hier, hallo. Kijk eens, tutje. Sammy is ook een beetje verkouden, maar die managt het nog allemaal goed. Tot nu toe, die is lekker in zijn loopwagen aan het rondlopen. Dus we gaan gewoon kijken hoe het allemaal hier loopt. Nee, niet met je voet. Liam? Nee. Zachtjes doen, hè? Moet je aaien. Aaien. Dat is lief. Aaien. Aaien. Nee, niet in de oog. Alles ligt hier in bed. Sam en Liam slapen. Jordi is nog wakker. Maar laat ik even prikkelarm worden, want ja. Met zijn verkoudheid. Ik geef hem boterham eten. En dan ga ik hier even opruimen. Ik ben heel eerlijk. Het is heel pittig als Jordi ziek is. Het is pittig als een kind ziek is. Maar het is ook heel... Als Jordi ziek is. Dat vind ik nog pittiger. Want... dan wordt de verzorging gewoon iets zwaarder. En dat is niet erg. Ik doe dat met liefde natuurlijk. Maar toch... Het is dan even iets meer aanpoten. Gelukkig heb ik fruit bij hem naar binnen gekregen. Ik heb een halve krentenbol bij hem naar binnen gekregen. En ik heb drinken gewoon goed erin gekregen. Dus ik moet zeggen, dat gaat gewoon goed. Dus daar ben ik blij om. Echt heel blij om. Dus ja. Maar in ieder geval, ik ga heel even eten. En dan ga ik even kijken...
hoe het met mijn grote vent is. Iemand wil hier niet slapen. Dus ik heb hem uit bed gehaald. Zal straks wel in slaap vallen. Hij voelt zich volgens mij oké, maar hij is niet lekker. Hij is nog steeds wakker. Hij is net wakker geworden. En hij is ook net wakker geworden. Dus dat is de situatie nu. En als Jordi chipjes krijgt, Liam ook chipjes. Dus die is lekker nou chipjes aan het eten. Wij hebben de kindjes uiteindelijk om 8 uur daar. Maar kort voor 8 lagen ze allemaal te slapen. Ook Jordi, die is wakker gebleven. En we hebben ze ook even gedoucht en alles. Ze slapen nu nog steeds. Ik heb al mijn was opgevouwen. Ik had veel was, want ik heb vandaag heel veel gewassen. En ik zit nu heel eventjes te genieten van een bakje chips. Niels is even met Joef wandelen, dat hij even de energie kwijt kan. En dan ga ik daar ook nog eventjes tafel afdoen. Even opruimen. Stofzuigen en zo. Oké. Jordi die heeft de hele tijd zoiets van ik wil mama. En mama heeft zoiets van... Maar goed hè, ik heb maar eventjes de hoer van dit gezin naar beneden gehaald. Dat is dit dekentje. Ik heb een sloop eromheen gedaan en zo. Dat is gewoon een deken. En Nee, die is niet van jou. Deze is van Jordi. En zijn lieveersbeestje. Die is van Jordi. Zodat ik ook even mijn handen vrij heb. Want zo kan ik dus niks doen. En Jordi vindt me wel fijn dat hij onder de deken kan liggen. Dus dan is dat zo. Dus hij ligt daar onder de hoer van het gezin. Met een lieveersbeestje. Hier hebben we een giraf met een kikker. En hier hebben we de andere. Joef! Schattig, hè? Jordi is nog steeds chagrijnig. Maar ik vond dat iets grappigs. Ik heb Liam een girafpakje aangedaan. Maar ja, wat is zijn favoriete diertje op dit moment? Hé, giraf, kom je giraf pakken. Lili. Alsjeblieft. Ik ben brood aan de kinderen aan het geven. Dit is voor Jordi, maar ik denk niet dat hij het op gaat eten, maar ik wil het hem wel aanbieden. Dus hij kijkt maar eventjes wat hij doet. En Sammy krijgt ook boterhammetje. Nee, niet je tut. Kom hier met de tut. Kom hier. Sammy krijgt ook boterhammetje. Ja, lekker boterhammetje eten. Zo is beter. Die is lekker boterhammetje aan het happen. Ja. En Liam, die is ook een boterhammetje aan het happen.
Lekker hè? Nom nom nom. Ze zijn lekker boterhammetje aan het erpen. Zie je wel uitkijken? Goed happen hè? Goed happen. Het drama, wat eten we vandaag? Nou, beter paella. Maar niet zoals hier op de verpakking staat. Ja, er gaat kipfilet in. Ja, er gaat wat vis in. Maar het gaat à la Mandy zijn. Want ja, ik zou Mandy niet zijn als ik Mandy niet was, hè? Dus, ik ga jullie mijn paella laten zien. Wel alles tussendoor, want ik ben op de eerste plaats wel mama, hè? Dus bij mij gaat alles tussendoor. Oké. Ik heb alles gesneden wat ik moest snijden. Ik heb natuurlijk mijn handen gewassen, want hier scheiden ze synchroon. Synchroon. Dus ja, ik had even een paar luiers die ik eerst moest doen. Dus die heb ik mijn handen gewassen daarna. Kip, ik doe altijd handschoenen aan als ik een kip snijd, dus dat ik niet heb. Dus ja, maar er is één ding wat je moet onthouden in dit recept. Oké. Je hebt natuurlijk een heel recept hierin staan. Maar ja, ik wijk daar vanaf. Ik kijk daar verder niet naar. Dus één ding. Hallo. Even. Dus één ding wat je moet onthouden. Is dat je 400 ml water nodig hebt. Voor ja, de rijst in te koken. En die sausspul. Dus het enige wat je hoeft te onthouden. Voor de rest. Dat is alles. Oh. En dan ga ik nu de voice-over starten. Want ja, als ik dit allemaal moet gaan vertellen met koken, nee. Dus Mandy die dit edit, nu eventjes gaan babbelen. Oké, wat zit er hier in de pan? Ik vertelde trouwens terwijl ik super ziek ben. Maar goed, 200 gram champignonnetjes, 1 tilapia filetje uit de vriezer en 2 kipfiletjes. Dus ja, dat zit erin. Doe ik altijd gewoon gelijk in de pan. Dan gooi ik er eventjes wat boter overheen. En dan ga ik het vuur aanzetten. Zo tik, 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 tik. En bam, daar hebben we vuur. Dat is wel makkelijk zo, hè. Op knopje duwen. Dus ja, daar gaat dan bakken. En ja, dat is een beetje dadelijk aan het gaan worden. Hoeft niet bruin, maar dat zie je zo. Hier zie je de vissticks die ik in de oven ga doen. 200 graden, ongeveer 20 minuutjes. En dan zijn ze klaar. Nou hebben we natuurlijk dat pakje met die poederspul erbij. Waar je 400 ml water bij moest doen. Nou, dat doe je nog eventjes de rest van de groentespul bij. Dan ga je mengen. Totdat het een beetje allemaal goed geroerd is. En ja, dat is... Gewoon, dan staat dat klaar en dan hoef je verder er niet meer bij na te denken. En ja, hier gaan we de groentes bij het vlees en de vis en de champignonnetjes doen. Zoals jullie zien, het is niet bruin gebakken, maar dat hoeft in dit geval ook echt niet. Want het is namelijk zo, je gaat er water bij doen, dus dan heeft het hele bruiningsgebeuren helemaal geen nut. Dus dat is gewoon sowieso wat het geval is. Als het maar gaar is, dan is het goed. En sowieso als het te gaar is en bakt te hard, dan wordt je vlees ook een beetje taai. En dat is natuurlijk niet lekker. En ik heb kleine kinderen, dus ja, die moeten natuurlijk wel kunnen kauwen erop. Nou, hier zie je dat ik de groentes erbij doe. Het zijn gewoon simpele macaroni, spaghetti, groentes. Je kan eigenlijk er alles wel bij doen, als er maar groentes zijn. In dit geval zoals ik het maak natuurlijk. En ja, dat is het eigenlijk. Je roert een beetje, je bakt een beetje... Zorg dat het een beetje gaar is. En ik doe er ook altijd ertjes bij. Tenminste, als ik er zin in heb, doe ik er ertje bij. Nou, die gaan er eventjes lekker bij. Gewoon uit de vriezer zijn die. En ja, ik ben hier een beetje nog achter de schermen de laatste ertjes eruit aan het schrapen. En ja, die bak je er eigenlijk gewoon een beetje allemaal doorheen en bij. Want ja, die ertjes moeten een beetje gaarder worden natuurlijk. En ja... Een kind kan de was doen. Zo moeilijk is het niet. Moet ik er wel even bij zeggen. Als je nou niet kan koken of je bent niet bevoegd om te koken, om het even zo te zeggen. Doe het met iemand samen die het wel doet. Of wel mag of kan. En dan ja, hè, kun je het gewoon doen. Hier zie je Liam in de maxicozy zitten. En hij is stiekem een beetje aan het proberen die maxicozy uit elkaar te halen.
En je ziet hem dadelijk ook omdraaien, omdat ik hem vertel dat hij dat niet mag. Maar ik vind het zo schattig dat hij af en toe nog van die baby dingetjes doet. En niet tegen hem vertellen, want dan gaat hij daar naast zijn schoenen lopen. Maar goed, dat vind ik in ieder geval. Hier heb je die saus weer. Tenminste, ik noem het even saus. Je roert hem een keer door weer. En je giet het zo in de pan erbij. Dan gooi je de rijst erin. En heb je eventjes nog een paar seconden nodig om door te scheppen. En dan ja, laat je het eigenlijk in principe gewoon koken. Een kind kan gewoon echt de was doen. Dit is echt niet moeilijk. Het is hartstikke simpel. Je laat het eigenlijk aan de kook komen. Dan zet je het vuur iets lager, zodat het blijft pruttelen. Je doet een deksel op de pan. En ja, het is eigenlijk gewoon een beetje wachten tot het vloeistof een beetje weg is. En ja, waarom heb ik dit zo laat geëdit? Maar goed, oké. Dit is halverwege. Als er nog wat vocht in de pan zit, je roert tussendoor wel een keer door natuurlijk. En ja, op een gegeven moment dan ben je op het punt dat hij klaar is, de paella. En dan zie je het verschil ook gelijk. Alles is gaar, het ziet er lekker uit. En dan is hij in principe gewoon weg klaar. Kind kan de was doen. Maar je moet wel eventjes proeven, hè, als kok zijnde. Dus altijd je eten even proeven of het lekker is. Zoals je ziet, even blazen, blazen, blazen. En hier wil ik ook laten zien dat het niet warm is. Maar het is wel warm. Maar hij smaakt wel super lekker. Dus dat is wat ik gemaakt heb. Hier zie je ook gelijk het eindplaatje met de vissticks erbij. Jam, 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 jam. De kindjes hebben lekker ervan gegeten. Niels heeft er lekker van gegeten. En that's it. Wat een avond. Jordi die is de hele tijd aan het schreeuwen geweest. En Niels die ligt nu boven met hem in bed. Ik heb niks meer gedaan. Ik ben kapot. Ik heb het zo gehad hiermee. Maar goed. Ik ga even kleren klaarleggen. Want ik ga morgen wel Liam gewoon naar schooltje laten gaan. Liam heeft nergens last van. Die is niet verkouden. Die is gewoon vrolijk. En ik vind dat hij gewoon het recht heeft om naar schooltje te gaan. En Jordi die moet toch een keer frisse neus halen. Dus ik ga kleren klaarleggen voor hem. Voor de kinderen. En dan ja, gaan we gewoon kijken hoe het allemaal loopt. Morgen. Liam die zit nu op schooltje. Die moet taak weer gaan halen. En Liam was pas om 9:30 of zo op school. Ik had om 8:30 had ik Sam en Liam al klaar zitten. En toen moest ik Jordi doen. Ik weet dat het een droom is. Maar ik heb al zoveel mooie dingen gezien. Dat was niet bepaald leuk, kan ik je melden. Gisteravond is Jordi ook tot 12:30 aan het schreeuwen geweest. En hij was boos en nou, ga maar na. Het kind wil niet drinken, het kind wil niet eten, want ik heb het fruitje van Sam er al in zitten. Maar meneer wil nog steeds niet eten. Dus ik ga zo dadelijk appelmoes proberen. Wil hij daar niet eten? Ja, dan eet hij maar niet. Hij wil niet drinken, hij wil niet eten. Prima, dan niet. Dan kijk ik straks alweer. Dan wanneer hij dorst heeft. Dus ja. Dat is mijn ochtend. Ik ben even gauw naar de winkel geweest voor ijsklontjes voor mezelf te halen. De ochtend is nog niet voorbij en ik ben al helemaal klaar met dat kind. Maar, je ziet niks aan hem hoor. Ja, heb je iets te vertellen? Nee. Heb jij iets te melden? Nee, die heeft ook niks te melden. Maar ja, ik ga even appelmoes proberen en dan anders zoekt hij maar uit. Ik weet het ook niet meer. Deze grote vent houdt vanmiddag wakker. Normaal is het van als hij ziek is, dan slaapt hij.
Maar hij heeft gisteravond zo zitten etteren. Dat ik denk dat als hij vanmiddag zou slapen, dat ik vanavond weer een probleem heb. Dus we zijn hem wakker aan het houden. Liam slaapt nog steeds. Sam die is net wakker in de box. En ondertussen staat hier juf Roos aan. En ben ik met deze etter aan het knuffelen. Hij is wel vrolijk in principe. Totdat het hem niet zint. Dan ben ik lul. Maar ik heb zo geen puf. Want meneer heeft gisteravond zoveel zitten etter. Ik ben gewoon moe. En op. Maar hij is nog steeds niet lekker hoor, dus hij echt kan ze open. Dadelijk weer wat drinken, jongen. Proberen. Oké. Hij wil niet meer vastgehouden worden. Ik heb verloren. Het slaapt. Hier is eentje wakker. Daar is ook eentje wakker. Ik probeer ondertussen de bende op te ruimen, maar Jordi die had zoveel aandacht van mij nodig. Niet gelukt. Mission failed. Maar de dag is nog niet om. We waren hartstikke moe, maar ja, we gaan het zien hoe het loopt. Volgens mij was het al even geleden dat ik iets gefilmd had. Maar ja, Niels is thuisgekomen, we hebben gegeten. Toen hebben we de kindjes in de douche gedaan. Toen hebben we de kinderen flessen gegeven. Toen is Niels eventjes... toen heeft Niels mij nog geholpen met alle kinderen in bed te krijgen. Jordi rustig te hebben en alles. Toen heeft... is Niels eventjes naar een vriend gegaan, want hij had even behoefte aan om even weg te gaan. Nou, oké, prima. En Jordi is gaan slapen. En toen ben ik hier lekker aan de slag gegaan. Ik heb lekker van alles gedaan, lekker opgeruimd en dingetjes afgedaan. Nou, ben bezig geweest. En toen is Jordi nog even wakker geworden. En toen heb ik hem weer in slaap gekregen. Ik zeg, mama vind je wel heel lief als je weer gaat slapen. Dus uiteindelijk is hij weer in slaap gevallen. En net heb ik even gestofzuigd en gedweld. Niels is ondertussen thuis gekomen. En die heeft gedoucht nu. En ja, tijd om naar bed te gaan. Trouwens even bij de weg, maar daar moet ik even Niels voor hebben. Voor de mensen die erin geïnteresseerd zijn... Morgen is donderdag. Ja, nu is het donderdag, technisch gezien. Technisch gezien is het nu donderdag. En zijn we 10 jaar getrouwd. Juist. Oh, maar we zijn al langer samen, hè? We zijn al 15 jaar bijna samen. Mm-hmm. Dus ja, we gaan niet veel bijzonders doen hoor, maar we zijn 15 jaar getrouwd. Of 10 jaar getrouwd. Nog even wachten, schat. Ja, dan moet ik nog maar even wachten. Maar in ieder geval, ja... Voor ons toch een klein feestje. Mm-hmm. Toch? Ja. Er zijn er maar weinig die het halen tegenwoordig. Inderdaad. We hopen nog heel lang samen te zijn natuurlijk. Want ook wij hebben onze ups en downs. Maar ook wij hebben onze ups en downs. Niet elke relatie is natuurlijk hè? Altijd zo lief tegen elkaar en alles en zo. Nee, maar een succesvol huwelijk is ruzie maken toch? En het weer goed maken. Ja, dat is waar. Dus, maar ja, in ieder geval, wij gaan lekker slapen. Welterusten.